staan nu langs de kant van de snelweg. Duimpjes omhoog voor de mensen van de ANWB. Wat een boekje. Al die moeite voor niks. Deze nieuwe weekendvlog. Wij zitten in de auto. We zijn onderweg naar Groningen. We gaan daar een weekendje parkeren. Kamperen. Lea is al vertrokken. Ik ga misschien ook nog een dutje doen. We hebben nog geen idee waar we precies naartoe gaan. Dus ik heb even de iPad meegenomen. En we gaan eens even een leuke camping selecteren via de actie-app. Maarten heeft even een voorselectie gemaakt. Hier kijk je algemene omschrijving en hier zie je de voorzieningen en beoordelingen. Hier zijn ook nog wat fotootjes en via hier kun je ook naar de website van de campings gaan. Hier zie je ook een overzicht van de campings. Dus dat is een hele handige app, moet ik zeggen. Het gaat niet helemaal lekker hier. We hebben wat gedoetjes, jongens. We staan nu langs de kant van de snelweg en we zijn nog niet eens op de helft of net op de helft. We zijn al uren onderweg en de caravan die gaat, zeg maar, schommeld. Naar links en rechts. We zijn toevallig. We moesten weer stoppen om gewoon te kijken wat er aan de hand is. We hebben wat advies ingehaald, telefonisch. En we wisten waar we op moesten letten. Dat ging maar nu. En toevallig hier voor ons staat een ANWB. Dus daar staan we nu even achter. En die meneer is zo vriendelijk om even mee te kijken. Dus het is niet echt. Ik denk dat we niet bij Groningen komen voor die bumper. Maar misschien ook wel. Maar ja, maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit waar we staan als we maar quality time hebben. Als gezin. Maar Maarten wil natuurlijk graag dat onderdeel van die caravan houden. Maar ja, het moet wel veilig zijn. Dus ik ben benieuwd wat die meneer ons gaat adviseren. Nou, een heel stuk over de vluchtstrook. En die meneer heeft ons geleid. Die was achter ons met zijn knipperlichten. En nu gaan we dus naar een, hoe heet dat, ANWB wegenstation. En daar gaat hij ons helpen. Gelukkig hebben we een caravan met een tafeltje en speelgoed. Kids Sam. Even lekker koekjes aan het eten. Papa is aan het bellen. Het is nu 6:30. Theoretisch zou ik kunnen koken hier. Maar we hebben McDonald's beloofd. Maar of dat nog gaat lukken vandaag, ik heb geen idee. Nou, over 1,5 uur komt hulp. Het is volgens mij 7:00 geweest. Ik ga maar even wat koken hier in de caravan en nou ja. Zo jongens. Mag heel veel toch? Nou, ja? Stand van zaken, Nicky? Papa, mag ik heel veel mais? Ja, je mag heel veel mais. Oké. Nee, doe maar een beetje. Iedere keer een beetje. Ja? Oké. We staan hier bij de ANWB, maar dat was al bekend. En we moeten even wachten tot de nieuwe banden komen en dan gaan ze ons helpen en dan krijgen we 2 nieuwe banden en dan kunnen we weer onderweg, on the road, kijken waar we dan gaan overnachten. Misschien moeten we wel hier overnachten, mensen, hier op de parkeerplaats. Ik denk dat je wel veel op en aan rijdt, of zeg je dat? Ja, maar het is wel, is hier midden in het bos. Maar goed, wel super vriendelijke mensen van de ANWB. Dus even duimpjes omhoog voor de mensen van de ANWB. En we hebben alles wat we nodig hebben in ons kleine huisje, toch? Ja. Nou, lekker grappig. Spaghetti eten. Grappig. Leuk avontuur. Yes? Oké. Nou, hier is wel een spinnetje. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. We hebben goed geslapen. Super vriendelijke mensen hier op de ANWB. We konden vannacht lekker naar de wc als we dat wilden. Een lekker koffieapparaat waar we gebruik van mochten maken. Heel vriendelijke mensen. En wat is de status, schat? We gaan nu naar de garage voor 2 nieuwe banden. Ja. Tegenover die garage is al iets met een gele M. Ik hoop dat daar ook wat speeltoestellen of zo zijn. En ja, we maken er gewoon het beste van. En tot nu toe lukt dat aardig. Heb je goed geslapen? Heerlijk, echt. Midden in de natuur. Dus ja, we zitten hier naast het bos. Allemaal vogeltjes die s'nachts, gisteravond nog horen fluiten. Ja, allemaal mooie gele auto's.
van de ANWB. Ik heb me hier een chocola gepakt en we gaan op weg. Nick, wat is het plan? Ik weet niet, ik ga wel naar McDonald's of niet. Ik weet het niet, wat denk jij? Nee, niet. Nou, hier is dus de garage. Er zijn nog twee auto's voor ons en dan gaan ze onze banden verwisselen. Ook hier weer super aardig. Echt serieus. En daar ligt iets waar we natuurlijk de kinderen even lekker kunnen vermaken. En wat we ze gisteren al beloofd hadden. Dus ja. Kom mee, jongens. Die openmaken. Jij vindt ook eten belangrijker dan spelen, schat. Ik ben niet frietjes. Frietjes nog niet? Mag ik dan frietjes? Wil je frietjes? Die hebben ze niet. Hebben ze wel, papa. Ja. 'S morgens vroeg. Hebben ze wel. Lekker, Nick? Wat heb je? Ik wil je er iets op? Pannenkoekjes. Wat zijn we aan het doen hier? Ja. Hebben we hier een tussenpauze? Helemaal daarachter, daar staat onze caravan en die wordt mooi door de mensen van Euromaster even gerepareerd. Nou jongens, het is zaterdag 12:30. We hebben twee nieuwe banden. We zijn nu onderweg naar de plek waar Maarten het reserveonderdeel gaat halen. Bij Groningen. Onderdeel. We gaan gewoon een andere bumper halen. Het regent. En ik moet zeggen, tot nu toe is het gelukt om de moed erin te houden. Maar ik hoop dat nadat we dat onderdeel hebben gehaald, de regen gestopt is, dat we dan ook echt even kunnen genieten van een leuk plekje, campingzon, nou ja. Ik denk dat het mee zit om die bumper ook eraf te schroeven. En dan moet ik het maar zelf doen. Bumper eraf schroeven. Andere bumper vervangen. Ik hoop dat alles positief gaat zijn. Ik wil geen negatieve verwachtingen scheppen, maar ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Dus. We hebben kennelijk nog een beschermengel gehad waarschijnlijk of zo. Ja, aan de binnenkant van de band zaten scheurtjes. Dus de banden waren hard toe aan vervanging. En dat is dus nu ook gebeurd. Maar dat zag je alleen maar aan de binnenkant. En dat zag je aan de binnenkant. Goed. Geluk dat we gelijk in ieder geval gestopt hebben. Dus als je iets merkt of iets ziet en je hebt een caravan, dan aarzel niet om het even te laten checken. Dus ik ben blij dat we gelijk gestopt zijn en niet verder zijn gereden. We zijn wel een paar euro lichter, maar dan heb je ook wat. Nou vaders, ik ben benieuwd. Nou jongens, de hele reis en al die moeite voor niks. De bumper hier is ook kapot. En nog kapotter dan die van ons. Nog een groter gat in. Dus ja. We hebben wel de lamp die kapot was. Die is wel prima. Dus we zijn gearriveerd. Jongens, hier staan we geïnstalleerd. De zon schijnt. En we gaan nu even het park verkennen. Daar eet hij. Een boskangoe. Zondagochtend, we hebben ontbeten. Ik heb even een snelle outfit aan, want waar gaan we naartoe, Nicky? Zwemmen. Ja, en ze zijn nu even de bellingas aan het kijken. De zon komt op. Hé,
Eet smakelijk. Wat ga je daarmee doen, jongen? Nee. Ja? Waarom? Nou, wil je me helpen? Ja, tuurlijk. Oké, let's go, Nick. Achter is water. Daar willen we naar naartoe. We zijn weer lekker in de caravan. Ik ben aan het koken. Wat groenten, wat tempeh, rijst, salade. Lea zit even te chillen. Ze hebben net lekker gespeeld in de speeltuin hier. Maarten heeft wat schaduw gecreëerd. Alsjeblieft. Dankjewel. Kids zijn weer lekker gedoucht. Waar zijn we beland? Wat is dit voor een land? Lea, wat gebeurt hier allemaal? Wat hoor ik allemaal? Wow. Een spin! Ik vind het echt eng. Waar? Een lieve spin hebben ze hier. Ja. Dat is, hij is ook een tijdspin. Ja? Ja, kom maar eens kijken. Mama, kom ook hier op, ja. Kijk. En de next destination is... China. China. Chop choy. Salami. Wat ben je doen, mam? Ik had Spanje. Doe je dat dan ook zo? Leuk dat je keek naar deze vlog en wellicht tot de volgende vlog. Doei doei!